De Onvergetelijke is de naam van een serie programma's over levende kunstenaars en anderen die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de cultuur in ons land en aan het functioneren van die cultuur in het dagelijks leven. In deze serie is het programma van vanavond gewijd aan Willem Sandberg. Graficus, pleitbezorger van moderne kunst en vooral museumman. We vinden het tegenwoordig normaal dat een museum een heel ander ding is dan het plechtige, afgesloten gebouw dat het vroeger was waarin je doodstil kunst ging bekijken. Massa's mensen kenden vroeger de weg naar het museum niet. Ze wisten niet hoe ze er moesten komen. Ze wisten niet wat ze er moesten bekijken. Kunst en museum was een zaak van ingewijden van een elite. Het museum van nu met zijn voorlichting waar je de hele dag met je kinderen kunt rondlopen als je daar zin in hebt. De plek waar rondleidingen worden gehouden voor groot en klein. Waar een bibliotheek is voor alle mogelijke informatie over kunst. Waar altijd wel iets nieuws te beleven valt. Waar ook plaats is voor film, toneel of andere eigentijdse probeersels. Zo'n museum vinden wij tegenwoordig gewoon vanzelfsprekend. Het museum van nu is een ontmoetingshuis. Een ontmoetingshuis dat een eigen standpunt inneemt, kunstenaars ontdekt en ook aanmoedigt en aankopen doet die vaak heftige discussies uitlokken. Over de man die ervoor heeft gezorgd dat we dit allemaal normaal en vanzelfsprekend vinden, gaat vanavond het programma Willem Sandberg. Het is voor een groot deel te danken aan zijn ideeën en zijn mentaliteit dat er zoiets bestaat als een internationaal geldend beeld van wat een museum moet zijn en hoe het behoort te functioneren in het leven van iedere dag. Door Sandberg en zijn directe staf komt het dat het Stedelijk Museum in Amerika het Sandberg Museum heet. Hij was de eerste directeur met een duidelijk eigen keuze, iemand die ook zijn eigen voorkeur durfde tonen. Een dergelijke man lokt natuurlijk felle voor- en tegenstand uit. Als graficus, dat is Sandberg tenslotte, heeft hij het museum zijn eigen huisstijl gegeven door zijn affiches en honderden catalogi. Zijn typografische kennis kwam hem trouwens ook van pas in de oorlog bij het maken van valse persoonsbewijzen, waardoor vele levens konden worden gespaard. Hij was ook een van de grote organisatoren van de overval op het bevolkingsregister in 1943. Veel verzamelaars en instellingen maken nog steeds gebruik van de kennis en van het inzicht van Sandberg, zoals het Israël Museum in Jeruzalem. Voor wie Sandberg alleen van naam kent, is dit programma een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met de man Sandberg en met zijn werk. Paul Alletrino had de redactie van het programma en sprak met Sandberg. De regie had Theo van Haren-Noman. ...24 oktober 1897, geboren te Amersfoort. Brengt jeugd door te Assen. ...1917, gymnasium Alpha en Beta te Assen, in militaire dienst. Academie van Beeldende Kunsten Amsterdam. Studie van de klassieken Shakespeare en Marx bij Herman Garter. Studie reizend buitenland. Begin van interesse natuurgeneeswijze en vegetarisme.
ontwikkelt zich als grafisch vormgever. Onder meer voor PTT via Piet Zwart. 1938, Conservator Stedelijk Museum te Amsterdam. Actief in kunstenaarsverzet. Betrokken bij overval op het bevolkingsregister 27 maart 1943. Directeur der gemeentemusea tot 1963. Eredoctoraat, Universiteit van Buffalo, 1962. Dat is nog altijd hetzelfde, post uit alle herenlanden. Ja, mag ik even kijken? Ja. Dat is uit São Paulo. Met de Biennale. Parijs, van is. Dat is het museum nu. Dat is de burgemeester van Jeruzalem. Weer het museum met een expres. De president de la République, dat is uit Frankrijk. En dit heeft betrekking op mijn reis naar Perzië. Even bespreken, dat is toch maar druk werk. Wat dat betreft is uw leven hetzelfde gebleven. En Israël legt u apart. Wat is de rol van Israël vergeleken met de anderen? Nou, er zijn zo, ik zou zeggen, dagelijks 4 brieven uit Jeruzalem. Wat zijn uw verbindingen met Jeruzalem? Hè? Daar bent u toch vandaan, officieel althans? Nee, ik ben er weer terug. Het is altijd wel zo gebleven, ook toen ik er vandaan was. Maar ik ga dan nu 10 dagen in de maand ga ik er nou heen om ze even uit te helpen. Voor te helpen en... Daar dank ik dan deze speciale drukke correspondentie aan. Dat is het museum. En, Hebt u speciale verbindenissen met het museum? Of is het gewoon een doorborduren op de vroegere relatie toen u al directeur was? Nou, ik heb er op het ogenblik weer de leiding van op me genomen. Zolang er nog geen opvolger is. En we zullen zien hoe lang dat duurt. Ik ben druk dus bezig om een nieuwe leider te zoeken. Voor u in de plaats? Ja. En wat gaat u er doen? Hebt u enig idee? Als u spreekt over leiding van het museum, dan moet ik aan uw museumjaar in Amsterdam denken. Dat ligt nogal voor de hand. Wordt het een dergelijk soort approach of is de kunstsituatie nu anders? Nee, het is daar toch eigenlijk heel anders. Ten eerste, hier was het een museum alleen van moderne kunst. Ja, ik had wel 5 musea, niet waar, maar toch de hoofdmoot was het stedelijk. En dus het was voornamelijk moderne kunst. Er waren wel andere dingen, laat ik zeggen, de geschiedenis van Amsterdam. En oude kunstnijverheid bijvoorbeeld, waar ik ook niet zo heel veel van weet. Maar hier zijn een heleboel afdelingen waar ik praktisch gesproken niks van weet. Zeg, archeologie of de rollen van de Dode Zee of Judaica. Er is ook oude kunst en moderne kunst. Maar ze hebben daar nog heel weinig gezien. Dus het is misschien ook nog wel een klein beetje als met hier na de oorlog te vergelijken. Je moet daar dus nog Picasso en Degé en Paul Klee moet je daar nog brengen. Dat is dan wel 25 jaar later als we het hier gedaan hebben. Maar het is daar even nieuw voor ze. En dat is eigenlijk het leuke er weer van. Kijk, een jong museum, vooral als dit, dat gedeeltelijk gebouwd is, maar waar nog een heleboel gebouwd moet worden, heeft geen fondsen om veel aan te kopen. En ik ben ook zo'n beetje de wereld rondgegaan en heb
Overal een beetje geschooid, moet ik zeggen. Ik ben bijvoorbeeld in New York bij een kunsthandelaar gekomen en ik heb daar 5 schilderijen uitgekozen en een beeldhouwwerk. En ik heb gezegd, goed, zoek jij nou maar iemand die ons dat geven wil. En de volgende morgen om 12 uur belde hij me op, ik heb die vent. En zo is het overal gegaan dat we toch eigenlijk een heel leuk overzicht gekregen hebben van de moderne kunst in deze wereld. Zonder een cent ervoor uit te geven. Sinds november 1949 dat in uw huis de beroemde en beruchte experimentele internationale tentoonstelling was, die bekend is geworden om de Cobra tentoonstelling, heeft het stedelijk, zoals nu ook in 1971, regelmatig werken uit die tijd tentoongesteld. Hier staan we dan voor een van de doeken die rechtstreeks onder uw regie door Constant zijn gemaakt. Wat trok u in de experimentele en later de Cobra schilders speciaal aan? Kijk, nadat we in de jaren 40, 45 zoveel rottigheid hadden meegemaakt, de bezetting en alles wat daarmee samenhing, honger enzovoorts, zat ik eigenlijk te wachten op de weerslag van al die belevenissen bij de kunstenaars. En hier in Nederland zag ik daar niks van. Waarom wel? Ik kon me dat niet begrijpen. Want ik dacht eigenlijk dat iedereen daar meteen om aan zou vallen. Picasso in Frankrijk had al de oorlog geprefigureerd in zijn Guernica. En later, tijdens de oorlog, in die portretten van Durand Maar, waar je eigenlijk de oorlogsbelevenissen in weerspiegelt. En daar was hier niks van te zien. Ik had ze direct na de oorlog in Londen gezien, die tentoonstelling van Picasso, en had hem meteen hierheen gebracht. En Picasso had ze met zijn stijl wel beïnvloed. Ze waren allemaal onder de invloed van Picasso geraakt. En ik, toen ze met die Cobra tentoonstelling aankwam, zag ineens die grote verandering die er 4 jaar na de oorlog was gekomen. Het waren ineens bezeten monsters geworden. Kindertekeningen. Het was ineens een heel nieuw programma. En vanzelfsprekend wou ik dat graag vertonen. Het was de eerste weerslag hier in Nederland van wat we beleefd hadden. Ja, dat zien we ook bij Appel. Die grote beweging en de primaire uit de fantasie komende figuren. Ik zie in die keus van u van vlak na de oorlog, en dat begon dus in 1946 al bij hun eerste presentatie, als kunstenaars van nu en in de jaren die aan de Cobra tentoonstelling vooraf lagen, een bepaalde voorkeur, en dat komt niet alleen door de oorlog, dat zit ook in een zeker engagement. Moet volgens u een kunstenaar geëngageerd zijn en moet hij dat op een bepaald soort manier uiten? Wil het in uw ogen echt zijn? Ja, museummensen zijn er niet voor om wetten te stellen aan de kunstenaar. Het zijn de kunstenaars die het museum eigenlijk regeren, die de profeten zijn en die aangeven waar het heen gaat. En ik geloof dat het absoluut verkeerd zou zijn wanneer de museumdirecteur zou zeggen, kunst moet geëngageerd zijn. Daar heeft hij niks mee te maken. Hij heeft alleen met kwaliteit te maken. Zij waren kennelijk geëngageerd en dat heeft me aangesproken. Maar is Vasarely geëngageerd? Weet ik niet. Is Mondriaan geëngageerd? Waarschijnlijk wel. Tenminste, als je de opeenvolging van zijn doeken ziet. Als je ziet hoe hij in de twintiger jaren bezig is met de constructie van een nieuwe ruimte. En hoe dan in de dertiger jaren die zwarte lijnen plotseling de tralies worden van een gevangenis. En dat doorgaat in de hele Hitlertijd, totdat hij
eindelijk in 344 de victorie in de Victory Boogie Boogie reflecteert. Ik zou zeggen, dat is toch georganiseerde kunst? En de meeste mensen zien het zelfs helemaal abstract. Misschien kan het samen gaan. Weet je, Paul, wat we zo even in het museum gezien hebben van Koba, kunnen we eigenlijk toch het beste samenvatten met het boek. Het boek van 65 jaar Stedelijk Museum. Ja. Grote dikke. Ja. Graag. Goed. Dan schuif ik even naar die kant. Kijk, dat boek heeft het lollige dat het eigenlijk vandaag begint, in ieder geval toen in 1961, en dat het teruggaat in de geschiedenis. Het is goed, zoals eigenlijk onze gedachten, ja. Zoals onze gedachten ook eigenlijk vandaag starten en teruglopen. En hier hebben we dus een latere appel. Maar hier hebben we twee vroege, die zijn beide ongeveer uit de Cobra-tijd. Ik geloof deze helemaal. En ja, die is van 48. En hier ja, hebben we dus 53. Ja, dus dit is helemaal de Cobra-tijd. En hier zien we dan Lucebert en Constant en Jaap Nannega, die weliswaar niet tot de Cobra hoorde, maar dan meteen weer Corneille, Lataster, Benner, die niet tot de beweging zelf behoorden, maar er toch eigenlijk wel helemaal bij aansluiten. Ja, iets anders is, ze hebben natuurlijk de experimentele en de Cobra mensen bij u hun werkelijk volwassen start gehad en dat is ook zo gebleven. Maar voor die tijd hebben ze natuurlijk ook al geëxposeerd. Het zij als hele club, het zij zo met kleine groepjes van 2, 3. Daar heb ik eigenlijk niets van gehoord. Hebben ze daar ontdekt, bij Ruud Melgers bijvoorbeeld? Nee, daar ben ik, voor zover ik me kan herinneren, niet geweest. Ik ben wel op een tentoonstelling geweest, ergens in de handboog of de voetboogsteeg, heet het niet, Gildenhuis of zo wat. Ze waren ook wel in de provincie, maar de echte start, zoals gezegd, hebben ze bij u gehad. En toen kwam ook de commentaar, zoals u zich ongetwijfeld herinnert. Ogen hebben tijd nodig om te wennen. En mijn eigen ogen hebben ook dikwijls tijd nodig gehad om aan dingen te wennen die nieuw waren. Dat is de pers ook overkomen. En ze hebben daar zelf ook een klein beetje toe bijgedragen. Er was in die Cobra-tentoonstelling een hele kooi met spreuken van Lucebert en Elburg. Die, toch op zijn minst genomen erg agressief waren. Ik geloof ook ten opzichte van de kerk en van andere dingen. En dan is er dat schandaaltje geweest. Bent u bij de gemeente op de mat geroepen over? Nee. Mijn verhouding tot de gemeente, dat was eigenlijk speciaal de verhouding tot wethouder De Roos, was altijd een heel vriendschappelijke. Hij heeft me echt de vrijheid gelaten om te doen wat ik dacht dat goed was. Ik herinner me, hij heeft eens tegen mijn vrouw gezegd, ja, uw man, daar begrijp ik niks van. U loopt altijd in de regen en blijft droog. En zo is het ook eigenlijk geweest. De vraag is wel eens gesteld, al dan niet rechtstreeks, of Sandberg nu met een heel speciale neus die niemand zo snel kon meeruiken, naar vernieuwingen zocht. Of dat hij naar vernieuwingen zocht om daardoor eigenlijk voor zichzelf en voor zijn museum een bepaald profiel te scheppen, dat uiteindelijk in een soort mythe zou eindigen. Nou, ik bedoel, zo is de zaak niet met voorbedachte raden gegaan. Dat is misschien tenslotte het resultaat geweest. Nee, ik heb in mezelf, geloof ik, een soort van richtingsgevoel. Ik heb een idee waar het allemaal heen moet gaan. En wanneer ik iets zie, meet ik het daaraan af. Wijst dit nou vooruit of wijst het achteruit? En alles wat achteruit wijst, heb ik afgewezen. Zo ben ik ook willens en wetens aan de hele surrealistische beweging voorbij gegaan. Omdat mij dat eigenlijk een literaire beweging meer is als een schilderkunstige. Maar ik heb de kunstenaars eruit, die heb ik wel getoond. Denk aan Max Ernst, die ik ook heel vroeg heb aangekocht. En
Maar omdat hij, mijn zin, een groot kunstenaar is, maar niet omdat hij surrealist was. U spreekt in een van de catalogie over de Nederlandse bijdrage, en dat is dan in hoofdzaak de vitaliteit waar Experimenteel en Cobra in zitten. Is dat nou wel zo? Of ja, zijn er toch dingen tussen de sporten doorgevallen die, waarvan je zegt, ja, maar die zijn we toch eigenlijk over het hoofd gezien? Nee, ik geloof het niet. Ik geloof dat de Nederlandse bijdrage, internationaal gezien, na de oorlog, juist in die paar figuren ligt. En daar zit aan de ene kant de opstand. En daar kun je zowel aan Appel en Constant als aan Willem de Koning denken. En daar zit ook de bezinning in die je bij Bram van Velde vindt. Kijk, mijn zin is, de stijlbeweging was bij de oorlog, met de oorlog afgesloten. Behalve misschien op het gebied van de architectuur, waar figuren als Rietveld verder is gegaan en verder is gekomen en verder heeft onderzocht. En misschien zijn er nog andere architecten hier in Nederland te vinden. Wanneer je dan meer internationaal denkt, kom je op een nieuw element in de kunst, de beweging, dat in de tentoonstelling Bewogen Beweging tot uitdrukking is gekomen en vele andere tentoonstellingen. Ik denk aan de verschillende tentoonstellingen die we van Calder gemaakt hebben, die eigenlijk met de beweging in de kunst, tenminste op grote schaal, is begonnen. Ik heb gezien dat de zaak vooruit gaat, er verder komen. En ik geloof dat we nog veel verder moeten. Maar, en daaraan moeten we dus telkens weer afmeten wat er om ons heen gebeurt, of we er ja of nee tegen kunnen zeggen. Maar wanneer we er ja tegen kunnen zeggen, dan moeten we het proberen te bevorderen. Dan moeten we het vertonen, moeten we de mensen laten zien wat er gebeurt. Omdat mijns inziens de kunstenaar altijd veel langere antennes heeft dan de gemene man. En dat er dus eigenlijk dat hij zijn tijd vooruit is. En ik zie eigenlijk op deze manier ook de Cobra als een soort van voorspel op wat er later gebeurd is met provo's, met hippies en met andere dingen. U bent op een gegeven moment museumfunctionaris en besteedt daar geld van ons allemaal. U hebt aan de andere kant een uitgesproken persoonlijkheid die een uitgesproken keus heeft voor bepaalde dingen, met een uitgesproken visie erachter. Ja, kijk, dat weerspiegelt zich natuurlijk ook in het aankoopbeleid. Je kunt daar twee wegen op. Je kunt aan de ene kant zien te kopen datgene wat algemeen gangbaar is, wat algemene waardering geniet. Dat zie je heel vaak gebeuren. Daarom lijken de verzamelingen van verschillende musea heel erg op elkaar. En je kunt aankopen datgene wat je zelf denkt dat belangrijk is voor de ontwikkeling. Ik had oorspronkelijk schilder willen worden en heb dus na mijn gymnasiumtijd en na mijn diensttijd ben ik naar de academie gegaan en daar beviel het me niet. En ben toen naar Italië en naar Frankrijk gegaan om schilder te worden. Tot ik me op een zeker moment realiseerde dat ik dan mijn leven zou slijten in mijn eentje voor die ezel. En ik heb altijd graag met mensen samengewerkt. En dat heb ik juist in het ontwerpersvak heb ik dat gevonden. Maar dat is dus een van de redenen geweest waarom ik deze richting gekozen heb. En ik ben toen in de vank terecht geraakt. Ik heb dat ook zelf weer niet om gevraagd. Ik heb eigenlijk nooit in mijn leven om iets gevraagd. Het is altijd op me afgekomen. En ik denk hier speciaal aan de hoofdfiguur van de Nederlandse kunstenaarsorganisaties voor de oorlog. Dat was Jean-François van Rooyen. Ik ben met hem bevriend geworden en hij heeft me eigenlijk altijd met allerlei baantjes opgeknapt. En een van die baantjes was bijvoorbeeld lid van de tentoonstellingscommissie van de Vank in het Stedelijk Museum. Ja, daar heb je nou zoiets. Hij zocht niet een ander uit, hij zocht u uit.
En zo is het uw hele leven eigenlijk doorgegaan. Ik bedoel, ik ben altijd door mensen uitgezocht. En ik heb het niet zelf gekozen, maar ik heb wel natuurlijk heel dikwijls nee ook gezegd. Dus ik heb op verzoeken ja en nee gezegd. Dat was dan mijn richtingsgevoel dat ik daarin gevolgd heb. Maar ik heb het zelf niet gezocht. Net zo min als ik dat museumvak ooit gezocht heb. Maar eenmaal in die commissie heb ik dus werk van de leden tentoongesteld. Maar ik heb ook de dingen die van elders op me afkwamen, heb ik aangepakt. Mohri Nagy, een van de belangrijkste meesters van het Bauhaus, kwam hier in 1934, de vlucht voor Hitler. En die bracht zijn groot deel van zijn levenswerk mee. En dat heb ik toen in het Stedelijk Museum tentoongesteld. In datzelfde kader heb ik ook een tentoonstelling van het werk van Doesburg gemaakt, Theo van Doesburg. Een van de stichters van de stijl naast Mondriaan. En ik denk dat ik met zijn weduwe in aanraking kwam. Of waarschijnlijk hebben vrienden architecten daarover gesproken. Op die manier ben ik dus met Nelly van Doesburg en met verschillende andere abstracte schilders ook weer in contact gekomen. Zodat mijn eerste tentoonstelling die ik als adjunct directeur van het Stedelijk Museum gemaakt heb, direct in 1938, was een tentoonstelling van abstracte kunst. En daar heeft Nelly van Doesburg me heel hard bij geholpen. Contacten en dan speciaal relaties met kunstenaars, dat loopt als een rode draad door heel uw leven. Ja, die kunstenaars, dat verband eigenlijk met die kunstenaars, dat hebben we toch aangehouden. En juist toen we in het verzet iets wilden gaan doen, toen was eigenlijk mijn eerste blik naar de kunstenaars. En zo heeft Gerrit van der Veen een steunfonds opgebouwd om de beeldhouwers die dat nodig hadden financieel te helpen. En later, toen de cultuurkamer dreigde en zoveel kunstenaars werden uitgesloten, toen moest dat eigenlijk in een grote organisatie worden ondergebracht. En toen hebben we dus alle mensen die we op dit gebied al waren tegengekomen. Ik denk aan Willem Arondeus, die, hoe heette dat blaadje ook weer, uitgaf de Brandaris. Brieven. Gerrit van der Veen gaf uit de vrije kunstenaar. Koen Limper als architect had ik erbij gehaald. Frida Belafonte als muzikus. En zo was er een hele groep, er waren ook schrijvers bij, waar we geregeld bij elkaar kwamen om na te gaan welke kunstenaars geld nodig hadden en om dat geld dan te verschaffen. Koelbloedigheid, dat moet wel een noodzakelijke eigenschap geweest zijn in de jaren van de oorlog, waarin u op een toen niet te voorziene manier van uw vak van graficus gebruik hebt moeten maken. Ja, kijk, dat is eigenlijk zo gekomen. Op een zekere dag werd een van mijn naaste medewerkers, ik meen dat het ergens begin of midden 41 was, werd opgeroepen, hij was Joods, om bij de Gestapo te verschijnen en om afgevoerd te worden. Daar was ik zo van onder de indruk dat ik direct een vriend van me, Maart Stam, opgebeld heb en zeg, Maart, kom eens hier, we moeten raad schaffen. We hebben zitten praten. Je zoekt natuurlijk eerst naar een of andere gewelddadige oplossing. Die was niet te vinden. En toen zijn we erop gekomen dat het enige was dat we valse persoonsbewijzen maakten, waar dus geen J op stond. En goed, direct daarna, toen Stam weg was, heb ik Frans Duwaar opgebeld en ik heb gezegd, Frans, kom eens even praten. En toen heb ik hem het voorstel gedaan, wil jij persoonsbewijzen van drukken? En Frans zei meteen, ja, akkoord. Jij moet me de ontwerpen leveren en ik zal ze drukken. Ik moet het heel persoonlijk doen, ik wil er niemand bij betrekken. Helemaal in mijn eentje zal ik ze drukken gedurende het weekende.